Het Cambuurjournaal. Het mij mogelijk maken troch bouwgroep Dijkstra de Reisma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De Ljouwers matten op besieten bij FC Dordrecht. En er is nogal wat gebeurd op transfermarkt deze week. Leon Bergsma, hij is voort. Floris Smant, ook hij had de club verlaten. En Milan Smit. Hij is tongensdag bij de laatste training om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Hij maakt het voor een recordbedrag van haast een miljoen euro. De oerstap naar Go Ahead Eagles. Op de donderdag voor de wedstrijd die ik speelde tegen Topos, hoor ik dat ze voor het eerst gemeld hadden. Toen dacht ik van ja, Go Ahead, dat stond wel aan mijn, in mijn top van de clubs waar ik heen wilde. Zeg maar. Je hebt in de Eredivisie natuurlijk heel veel clubs. Maar ja, dan wil je liefst niet onderin de Eredivisie voetballen. Go Ahead heeft natuurlijk een heel goed seizoen gehad vorig seizoen. Dus nee, deze club, als die zou komen, had ik ook met mijn ouders over. Was dat zeker een serieuze optie om heen te gaan. Dus dat was vanaf het begin eigenlijk al dat ik dacht van als ze komen, dat lijkt me een hele mooie stap. Onkomende manje, dan is de laatste dag dat Cambuur spelers Keepje en Verkeepje ken. De mat is nog een nieuwe spits bij, misschien op het middenveld nog wel wat creativiteit. En dus is de opdracht van technisch manager Lars Lamboy duidelijk. Ek Henk de Jong had zien wensken. Het is zo mooi dat er een spits bij komt. Maar wat ik zei, we kennen net heel goed gooien. Samen hier nemen wat letter een blok aan het been is. Dus we moeten wel hele goede dingen doen. Het is een kort dag. En ze moeten wel fit zijn. Dat is wel belangrijk. Want dan zijn we weer een maand of twee maanden. En dan is het december, dan krijg je weer wat doos. Dus dat goed naar Shen. Nou ja, misschien kan je wat op middenveld showen. Creativiteit is zo mooi zijn. Er is al jaren een soort van verlieringsdans gaande tussen Mark Diemers en Cambuur. De hatisse transferperiode, ik was sprake van West. Nou, deze week is die het weer op een leeg pitje. Nou broeit het toch weer wat op. Wat kist er hoe zitten? Ja, dat Mark. Dat maakt iedereen in jou het belt om naar Cambuur te komen. Inclusief mijn staf en iedereen, spelers, supporters. Dan moet er op een gegeven moment ik zeggen, nu kom ik naar jou. En wij kennen net verder als verder. En Mark is mijn aanvoerder van de Graafschap. Is, wat spelen hier voor mij is. En hij wil graag naar jou. Wij kennen net verder als verder. Dat hak ik Jim zijn. Liet het al die transferperikelen van de wedstrijd in Dordrecht? Nee, want ik vind Dordrecht het allerbelangrijkste. Daar ben ik de hele week mee bezig. Dordrecht, daar gaat het om, dat binnen punten te verdienen. En Jim Vregeno, de antwoord ik op, maar ik ben bezig met die wedstrijd en die mag we winnen. Dordrecht had ik een naaie ploeg, wil mij goede voetbalaccenten. Dat had ze goed voorkomen met Feyenoord jongens. Dus ja, dat mooie spannende wedstrijd, leuk. Voor de wedstrijd in FC Dordrecht is het de vraag wat de opvolger wordt in de spits van Milan Smit. Het is voor de hand liggend dat Michael de Leeuw der steen zil. We hebben nu 3 gespeeld, 1 goal. Dus uiteindelijk maakt het mij niet uit wie de goals maakt. Maar als aanvaller maak ik ze natuurlijk altijd graag zelf. Hoe verklaar je dat het tot nu toe wat mager is qua productie? En dan niet alleen voor jou, maar voor het hele team natuurlijk. Nou, ik denk dat wij zeker in de eindfase, laatste 30, 35 meter van het veld, nog wel wat stappen kunnen maken en moeten maken. Ik denk dat we vaak in situaties komen dat we misschien niet de juiste keuze of beslissing maken. Maar goed, zoiets moet ook groeien. Weet je. We hebben best wel een nieuw team. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijd, ik denk dat er een stuk of 4, 5, soms wel 6 jongens die nieuw zijn, zijn gekomen. En dan is het altijd eventjes aan elkaar wennen, zeg maar. Dus je ziet het ook aan alle andere uitslagen, zeg maar. Er is nog geen één team die het echt voor elkaar heeft. Dus ook daar zullen dingen moeten groeien. En bij ons ook. Natuurlijk heb je het liefste dat zeg maar, de eerste wedstrijd al meteen helemaal staat. Nou, ik denk dat verdedigend staat bij ons wel aardig. Ik denk dat we niet heel veel kansen weggeven. Dus verdedigend staat het wel goed. Alleen nu moeten wij aanvallend moeten wij wel een stappen gaan maken. Michael de Leeuw, hij is de spits, noot Milan Smit er net meer bij is. Dat betekent dat er op het middenveld een plak vrijkomt waar Michael Kieftenbelt. Hij maakt het zijn basisdebuut. Cambuur begint net al te best onder de wedstrijd in FC Dordrecht. Hier is het balverlies van Sylvester van der Water. Er is een heel soort rondte en er is haast die 1-0 voor de thuisploeg. En dan ben we nog net hier een kwartier onder gong. Hoppenij, het schot en de redding van Thijs Jansen. Het schot kwam van Hinoké, onvaller van Dordrecht. Twee kansen dus in een kwartskof kwartier, waarbij twee keer de keeper van Cambuur wichtig is.
Het smiet de thuisploeg wel een hoekskop op van de rechterkant. En binnen eigen rechter onder oor op deze Rocco Schijn. Bal komt voor. Bij de eerste peel is het Devin Haan die hem samar inkoppen kan. En dan stiert het al 1-0. Ja, Michael Kieftenbelt. Hij stiert erbij en sjocht ernaar. En datzelfde yield van Michael de Leeuw. Ek hij stier daar bij Devin Haan. Min verdiegene. Zijn bal uit zijn hoekskop. Meiden natuurlijk nooit in. En dan kan de ploeg van trainer Henk de Jong in de achtervolging. Ze matten in de achtervolging. Maar als Cambuur dan een hoekskop krijgt, kan Dordrecht er van terug op de counter. Van de Water. Sliding, maar kan het bij de bal. Dan leidt ik Arnau Cassas daar. Dan leidt het heel nol jippen. Is dit dan Joep van der Sluis met de 2-0? Het is ongelooflijk, maar weer. Hij leidt erin. En in een tiertsbestek van 3 minuten tiert. Stiert Cambuur met 2-0 efter. En het slimste is nog wel dat het doelpunt van Dordrecht ontstiert. Wilst Cambuur een hoekskop nemen mij. Er gaat een heel soort mis bij de ploeg van trainer Henk de Jong. En het is Joep van der Sluis, mij de 2-0. Cambuur mat reageren, maar het is juist Dordrecht dat beter is, beter bleef. Hier is de redding op de line van Michael de Leeuw. Het hier zou maar 3-0 willen kennen. Oh, wat is er met dit Cambuur aan de hand? Het is een wanvertoning in die eerste helft. En het is te tanken aan keeper Thijs Jansen en Jeroen de Leeuw dat het nog altijd maar 2-0 stiert. Thomas Pol dan, de linksback. Beziekt het via de linkerkant. Verder de Jong, Benjamin Pauwels. Die had wat rondte. Het schot is pikkelhut. Maar de redding is van Liam Bossin, de keeper van Dordrecht. Het eerste kanske voor Cambuur. Diezelfde Pauwels hier. Nee, Pol. Oh, wat doet Pol daar? Die levert hem daarin. Dat mij natuurlijk nooit op die plak. Devin Haan werd de redding van Jansen. Maar oh. Cambuur helpt Dordrecht in het zadel op deze wieze. Met Thomas Pol die het hem samen inlevert. Daarna ook nog voor het skoft wikselen we het. Door trainer Henk de Jong. Hij wordt vervolgd door Bram Marsman. Ik in het skoft twee wiksels. Maar om nou te sissen dat het speelbeeld kantelt. Dat Cambuur beter in de wedstrijd komt. Nou, daar kun je eigenlijk net echt sissen. Want hier komen ze weer. Dordrecht. Maar Saidou voorzet is het Devin Haan. Het is dat hij hem net goed doorneemt. Maar hoe is hij dit een grote mogelijkheid West. En misschien wel de kans op de 3-0 voor Dordrecht. De bal die vleert hem van de voertuig. Maar Roos, ja, hier dit gewoon een doelpunt West. Dordrecht krijgt nog vol een vrije trap. Het is het schot van Schijn. Dat geeft uiteindelijk Njonken de goal van Jansen. We zitten in de slotfase dan. Cambuur dat eigenlijk net echt kansen creëert. En dus geen recht had op een resultaat. Op een puntje net die is lid steen op 3 punten. Nee, als er één ploeg is die het recht had op de overwinning, dan is het Dordrecht. De voorzet, is dit dan de 3-0? Nee, het is Wer Jansen die redt op de inzet van Devin Haan. Maar het is echt een wonder dat het nog maar 2-0 stiert. Want ik dit wie weer een krutte mogelijkheid. Wat stiert die weer vrij, Devin Haan? Verdiegenend zeggen het de orde weekend prima uit bij Cambuur. Maar Joert hier in de layout dus wel 4-6 zindoelpunten krijgen kan. Creëert Cambuur dan heel noneerd. Nou ja, dit is eigenlijk de beste kans. Michael de Leeuw zit de bal op. Tjen Bossin. Een spits die maakt dit soort kansen gewoon meidje. En de Leeuw die weet het. Tisse bal hier erin matten. Dan hier het misschien nog een aardige slotfase willen kennen. Maar hij komt net hier onder goed uit. En dus scoort Cambuur net. We zitten dan in de absolute slotfase. Er komt nog behoorlijk wat blessuretier bij. Maar om nou te sissen dat Cambuur echt dichtbij komt. Het is een kobbaltje hier. Nou ja, dat is het dan. Een heel, heel saft kobbaltje van Brian Nieling. Die dan ook als een speer weer verom had. Diezelfde Brian Nieling had hier de bal. Levert hem ook in. En maakt het dan een keihudde oortreding. Laurens Scherns doet het jinnige. Wat mat in zijn situatie. En dat is de reële kaart, Jan. Want Brian Nieling is fierste talent. Die trapt het eigenlijk gewoon nij. En die verdient het hiervoor de reële kaart. En zo wordt het nog slimmer. Wielstek
Ben Scholten nog de rode kaart krijgt van FC Dordrecht. Dat had te krijgen met het opstootje dat Denij ontstier. Maar Nieling vierst te let. En dus is dit een volslijn logische kar van skiertjochter Gerrits. Wat dat nog belangrijk is het symbolisch voor de wedstrijd van Cambuur. Het lieke Joen in Dordrecht hield al nergens op. Maar zij wint sneller scherper. Verdedigend ik, hè, is de eerste goal standaard situatie, jouw corners voort. En daarna glieren 2-3 man uit en dan is het 2-0. Ja, dan is het dat het moeilijk wordt. En dat wie notabene bij een hoekschop van Jim, aan de andere kant van het veld. Maar dat is net één keer gebeurd, maar 3 keer. Wij doen zulke onnozele dingen, dus het krijgen best maar Lietse Benford. Dat vind ik echt onvoorstelbaar. Met een rode kaart die we pakken, hij dan zou praten, dan is die jongen weer 3 of 4 wedstrijden kwijt. Dat havelt ze aan de oren centraal, dus dat neem ik hem zeer kwalijk. Wat heb jij vanavond gemist bij jullie ploeg? Voornamelijk het gif van het winnen, van duels winnen. Eerste helft was dat echt totaal niet zo. Tweede helft wat meer. Dat moet er gewoon in zitten dat we gewoon veel meer duels gaan winnen. Hoe kijk je naar die eerste 2 tegendoelpunten binnen 3 minuten tijd? Ja, dat is gewoon de wil om de bal te winnen. De eerste corner die gaat er gelijk weer in. Dat mag niet gebeuren. En die andere is, hebben wij op een corner en we schakelen om. We glijden uit hier. Ik maak zelf een slijding. Arnau maakt ook een slijding. Je verliest hem ook. Keeper raakt hem dan ongelukkig aan, gaat erin. Ja. Dus wij hebben een corner en uiteindelijk ligt de andere goal ligt iedereen. Ja, dat is gewoon schandalig. Laten we dan toch maar positief afsluiten. Mark Diemers komt naar je ta. Is dat de versterking die je hem nodig had? Creativiteit, spelen die het een leader wezen kan? Nou, ik denk dat het top belangrijk is. Hè. Dat creatieve is prachtig, maar dat had er. Maar dit is ook een jongen die als aanvoerder bij Mie West had. Ja, die de kar loekt en die weet hoe het spul zien kan zitten. En dat hebben we nodig. Toch nog in je lichtpunt, Sjoerd? Nee, maar ik... Ja, wie viel natuurlijk waardeloos. Hè? En als dan Ausluis mij zijn rode kaart, ja, dan denk ik, jongens, de broekje verstaan. Dat is echt ongelooflijk. Een strieminnen competitie start voor Cambuur in het nieuwe seizoen. Want we vinden de ploeg van trainer Henk de Jong waarom op het zegtjende plak. Met 3 punten uit 4 wedstrijden. Bovendien is Helmond Sport de verrassende koprenner. Al komt Top Os Letter dit weekend nog in actie. Datzelfde hield voor de hikkersluiter FC Volendam dat 0 punten had uit 3 wedstrijden. Ons af via dit Cambuurjournaal. Volgende week speelt het Cambuur net omdat het een Interland weekend is. Dus ben wij er uit 12 weken weer naar de thuiswedstrijd in Jong Ajax. Ont dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en via daar vermogensbeheer.